We gaan weer een beetje terug in de tijd. We gaan naar de vorige eeuw, of eigenlijk twee eeuwen geleden. We gaan naar een compositie van Johannes Brahms. En die leefde van 1833 tot 1897. Een tijdgenoot van Johann Strauss II, waar we straks meer van zullen horen. En Johannes Brahms was dus ook een Oostenrijkse componist, organist, Wenen natuurlijk zeer bekend. Hij heeft heel veel muziekstukken geschreven in zijn leven en er ook heel veel vernietigd, want hij was een perfectionist en als hij niet tevreden was, dan deed hij het gewoon weggooien. Eigenlijk jammer, maar hij heeft dus ook Hongaarse dansen gecomponeerd en het stuk wat we nu gaan horen, daar zitten een aantal motieven in met de Hongaarse dans, nummer 5 en nummer 6. En daar gaan we nu naar luisteren hoe dat gaat klinken, uitgevoerd natuurlijk door Glaaskapel Brabant. Abendrood, über dat toestaan.